ladies and gentlemen, Tejani, the Wonder Boy, Bestati. Tijdens de Superfight Series vecht Tejani Bestati een belangrijk duel uit met Josh Jauncey. De winnaar kan namelijk een titelgevecht met kersverse kampioen Marat Grigorian verwachten. En daarvoor geven ze alles. Touch gloves if you like. Fight! Josh Jauncey in the black gloves versus Tejani. On paper, you would think the punching and boxing advantage goes to Tejani and the low kicks of Jauncey. Look at this, Toddy going right after Jauncey in the corner. Yeah, mixing levels, mixing strikes. Oh, nice right hand caught Jauncey mid-kick. He tried to throw a knee. Instead, it's Jauncey that sends him to the canvas. Paul Nichols says that's not a knockdown. Yeah, it looked like Jauncey read that knee and just pivoted out. Good knee there from Bestati. Yep, sharp eyes from Jauncey. Work attacking Sinichai's legs. Bestati would love to land a punch to the left eye of Jauncey. Get that cut open back up. He's buckled him with a knee there. Yeah, the one problem when Jauncey's... Oh, nice uppercut from Bestati. Jauncey's spinning all around. And now that cut's open up. Jauncey seems to like it. Yeah, he's sitting there. He's taking the best of Tejani. I was saying that's the problem with going with those low kicks. Tejani keeps pressuring with his hands. If he's going to eat the low kick, he's going to press with the hands. Like we said, Jauncey has never been in a boring fight as he eats a left uppercut. Jauncey said it best. Either I'm going to knock him out, he's going to knock me out, or it's going to be a war. And so far, great fight. Best fight of the night so far. Yeah, good combination from both guys. Jauncey with a nice right uppercut in that combination. Jauncey certainly looks fresher as Toddy glances up at the clock. Nice right hand for Jauncey. Yep, he keeps coming. He has no choice. It has been a war, no doubt about it. A unanimous decision, all for your winner, Tejani! Taaie pot. Ja, klopt. Was zeker een taaie pot. Had niet gehoeven, denk ik. Ik raakte in de eerste ronde al snel geblesseerd. Maar ja, ook dat kan gebeuren in een wedstrijd. Maar goed, we hebben de winst meegenomen. Dat is het allerbelangrijkste. Het Cam Jauncey was het niet eens met de overwinning. Wat zei hij op het eind in de ring tegen je? Want hij ging nog even naar je toe. Ja, klopt. Zij vonden dat ze een extra ronde verdiend hadden. Als je er zo in staat in een wedstrijd, zegt al genoeg. Op de scorecards, iedereen heeft gezien, de mensen thuis, iedereen heeft gezien dat het 10-9 voor mij telkens is, de eerste en tweede ronde. De laatste ronde was dan voor hem, zoals ik net al zei. Maar ja, als je twee rondes voor staat, kan je moeilijk één ronde. Dan, of je moet me een knockdown geven, of je moet me eruit slaan, wil je de partij winnen. Maar heeft hij niet gedaan. Dus dan is de partij gewoon voor mij, simpel. Ja. Outstruck him by 30 shots. I think he landed 50, I landed 80-something shots. So I think that tells a little bit about the fight. But this is the fight game. And you know, I guess you win some, you lose some, you get robbed sometimes too. Yeah.